Hallo allemaal, ik ben Winjo en welkom bij aflevering 40 van mijn De Koning Quickstep carrière met Pro Cycling Manager 2018. Vandaag de laatste voorjaarsklassieker en dat is natuurlijk leuk, Bastenaken leuk. En uh, ja, we gaan meteen eens naar onze renners gaan en dan zien we dat we natuurlijk Julian Alaphilippe als kopman hebben. Hij heeft al de Amsterdam Gold Race gewonnen, hij heeft al de Waalse pijl gewonnen, dus hopelijk kan hij nu ook leuk Bastenaken leuk winnen. Voor de rest krijgt hij Kasper Asgreen, Dries, Devenees, Petter, Vakoc, Sörenkraak, Andersen, Sam Omen en Lucas Postelberger met hem mee. Leuk, bastake leuk, natuurlijk lastige koers, begint al een beetje lastig, maar dan een redelijk eenvoudige stuk, maar op het einde echt wel veel klemmen. Dus we gaan zien wat het zal worden. Ook 261 kilometer, dus ja, dat wordt wel een moeilijke wedstrijd. Vind je deze heel leuk? Zeker niet om like te geven. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan ook op die rode knop. En uh, ja, dan gaan we beginnen met de wedstrijd. Al meer dan 150 kilometer gereden in deze leuke een leuk. en eigenlijk is er gewoon nog niets gebeurd. Je ziet een voltalig peloton, 173 renners en uh, nog een kopje van slechts 2 renners. En die zetten vier minuten voor, het zijn Alex Dowset en uh, Baptiste Plankaart. Ja, twee renners die het natuurlijk niet gaan volhouden. Plankaart heeft maar 69 heuvels uh, en Dowset zelf maar 68. Dus uh, en al je ziet wat er hier nog allemaal zit aan te komen, ja, dan weet je dat ze zullen ingelopen worden. In het peloton is het Bahrein samen met Trek en Lotosedal die aan kop zet. Al zit er hier ook een renner van het team van de Emiraten. Dus een paar verschillende ploegen die aan kop rijden. Wij doen daar voorlopig niet aan mee, aangezien ja, die twee koplovers toch sowieso zullen ingehaald worden. Wat er wel positief is, is dat fliep natuurlijk een perfecte dagvorm heeft, plus 5. Dus uh, ik heb al uh, medelijden met de concurrentie. Want ja, Goevel 85, plus 3, dan zijn uithouding 78, plus 9, weerstand 83, plus 6. En recuperatie, ja op zich niet zo heel belangrijk in een, een wedstrijd natuurlijk. Maar zit nu ook op 80, dus ja, echt gewoon een fantastische stad om deze wedstrijd winnend af te sluiten. Maar of dat dat zal gebeuren, ja, dat uh, zullen we later in de wedstrijd zien zeker. Want nu is het nog altijd bijna 100 km rijden. We hebben de eerste moeilijke hellingen achter de rug met de Cote Wand, de Cote d'Estockeu -en, en de Cote Rot lévé En nu zijn we op weg naar de Côte Misschien wel de langste beklimming in deze. Leuk, bastonakker leuk, maar op zich niet zo heel lastig. En eh, zoals je ziet, ja, het peloton toch al een paar stukken gebroken. Nog 89 renners, ook de kopje op zich. Zover niet meer voor 2 minuten. Daarnet was het anderhalf minuut, maar het peloton is opnieuw beginnen te vertragen. Want ja, op het, eh, in de afdaling is het nog niet echt nodig om zo'n hoog tempo aan te voeren. En eh, hier gaan we beginnen aan de Roger. 4 kilometer en 6 gemiddeld. Maar voor de meeste renners is dat natuurlijk niet al te lastig. Het lastige gedeelte zal maar op het einde komen met de laatste vier beklemmingen ongeveer met het begin van de Col de la Redoute. Nog 40 kilometer te rennen of toch iets meer. En uh, ja, we zijn op weg naar de Col de la Redoute of ja, uh, de Cote de la Redoute. En uh, we hebben hier ons treintje gemaakt met Pustelbeijen, Krak en omen En natuurlijk alle want we gaan gewoon tempo maken op die beklimmingen. Dat we de rest een beetje moe kunnen maken. En, uh, ja, zodanig dat we met een kleine groep overblijven en Dat wordt dan ook makkelijk koersen op die laatste twee beklemmingen. Pustel bij 78 hardtreden. Dus die kan wel iets. En uh, heeft ook nog 70 hulpverstad. Dus kan misschien de Larry Duke nog overleven. Maar aan 95. Het is hier zeer smal. Dus ze zullen sowieso wel haten vallen. En uh, alle zit niet ingesloten, dus dat is perfect. bij, doet het goed. We zitten hier zelf al bijna boven, denk ik. Dus uh, als hij het kan halen tot boven, is dat fantastisch. Maar of dat zal lukken, weet ik niet. Zijn rode balk is nu al op. Maar ja, we gaan uh, hem eventjes aan de kant zetten en Kerk Andersen laten tempo rijden. Op 75 zal meer dan voldoende zijn. Kan bij, misschien nog een klein beetje herstellen. In het eerste deel van het peloton, want is er een scheur ontstaan? Ja, niet meteen. Dus uh, ja, toch wel verrassend. Maar uh, ja, geen enkel probleem. Nu al 45 rennen is weg. Hier een kleine kloof met Quintana. Het is Nairo Quintana zelf. Ook uh, Cayuso zit hier. Mulberger. En daarachter opnieuw Zakarin die zeer vroeg, vroeg moet lossen. Mintjes zit daar ook. Verona, Richie Porte zit hier ook, ook uh, Asgreen Vakocz zit hier van ons, dus ja, we gaan weer naar voren en kijken wat Craig Andersen kan doen. En uh, zo te zien is Pusselberg weer een klein beetje hersteld, maar we gaan hem eventjes laten kijken. Een aanval van Tuns en Wellens, de twee Belgen gaan in de aanval, maar we gaan voorlopig gewoon tempo houden. Hinau gaat mee Tolhoek Kwiatkowski, Rui Costa. En uh, we gaan kijken, kan Pustelberger nog mee? Jawel, Pustelberger kan mee, mag opnieuw tempo rijden. Mag op 85. Kruik Andersen mag dan in het wiel van Pustelberger. En we gaan kijken hoe ver de Oostreker kan komen. Want dat is natuurlijk wel gekomen dat hij hier nog kan rijden. Verbruiken de anderen wat minder krachten. En uh, die twee Belgen, Toens en Walens zijn opnieuw inhaalt. En Pustelberger kan nu het tempo Omhoog voeren en we zijn nu op weg naar de Kote Kolonstijg. En uh, dat is toch nog een aantal kilometers rijden. Dus uh, Pastelberghe doet hier goede zaken voor ons. En uh, ja, het is wel een editie zonder de bekende beklemming van de Roche au Faucon. Dus het is hier een andere beklemming nu, de Kote Kolonstijg. Ik weet niet hoe stil hij is, maar het ziet er mij uit dat het stil begint en op het einde toch nog redelijk vals plat is. Dus misschien kunnen we daar nog verschil maken. Nog 3 kilometer. Dus de post op je mag op 90. Het tempo hoog houden. En op de beklemming mag Krak anders dan overnemen. Met de bedoeling dat hij natuurlijk tot aan de top kan en na de top ook nog wat kan rijden. Zodanig dat Omen op die voorlaatste beklemming volle bak kan gaan. Dat is waarschijnlijk gewoon de Cote saint Nicola. Een zeer steile beklimming van toch wel een 10% ongeveer. En nou uh, ja, nu is het gedaan voor Pustelbegger. En mag onze vriend Kerk anders het tempo aanvoeren. Mag ook meteen zijn zal nemen. En we gaan kijken of we met 51 renners boven komen op deze beklimming. Toch 2,8 kilometer. Wel maar een zestal procent gemiddeld, is dus niet al te steil, Maar op zich ja, geen enkel probleem. We zullen waarschijnlijk wel renners moeten lossen. En uh, we gaan misschien nog eventjes naar 9 te gaan. Ja, waarom niet? Want er is daar een aanval. We gaan nog niet reageren, natuurlijk. Want ze reden niet echt weg. En we hebben met omen nog een sterke renner achter de hand. En hier is het stuk vals plat. En die renners zijn hier gewoon uh, hun energie aan het verspillen. Dan vooral want die is daarnet ook al moeten. Of is al aangevallen, samen met Walens doen. En nu is het dan Andersen. En we gaan naar 75, want ik wil liefst dat Andersen nog kan rijden tot aan de voet van de Rush, of ook uit uh, de Cote Saint-Nicolas liever. Dat is maar 5 kilometer, dus dat zal wel lukken. We zullen dan ook meteen de energiezel geven aan onze vriend Sam Omen, onze Nederlandse kampioen. Even kijken, nog 2,5 kilometer, dus mag dat nu doen. We gaan kijken hoe ver onze vriend Craig Andersen nog kan rijden. En uh, we moeten natuurlijk wel aan kop beginnen van die beklemming. En uh, even kijken, ja, trek Andersen is gedaan. Nu mag Omen overnemen, ook op 90. Trek Andersen aan de kant. En dan is het aan de Nederlandse kampioen Sam Omen. Kan hij het volhouden of niet? Daar gaat Dan Martin in de aanval. Maar Omen moet ook versnellen en kan voorlopig mee. Zijn nog niet aan het wegreden, dus dat is goed nieuws. Wel opletten dat we hier niet in de raken met Filip natuurlijk. En dat gebeurt een klein beetje. En Martin is een klein beetje aan het wegrijden. maar we gaan hem wel terughalen. Hoop ik tenminste. Anders ga ik hier een tactische fout begaan hebben. Omen kan nog altijd goed rijden. Doet dat perfect. Kan bijna in het wiel zetten, maar moet er wel helemaal naartoe natuurlijk. We gaan kijken en nu zetten we perfect. En uh, we gaan even kijken, nog eventjes wachten. Open. Kan hij al, al afliep brengen? Jawel, al afliep nu energiezel. Mag nu zelf op 95 nog anderhalve kilometer. En we gaan kijken of hij het kan houden. Mag nu naar 99. Kan hij het afmaken? In principe wel. Zet voor de loop aan de leiding. Kan nu ook nog sprinten. En we gaan het opnieuw halen, ja we drie koersen op re en opnieuw met een ruime voorsprong. Deze keer is Tim wel eens die tweede is, Roman Kruijtjeger is derde, Matthews op een vierde plaats. Maar na de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl winnen we nu dus ook leuk Bastenaken, leuk wat een seizoen voor Julian Alaphilippe. Als we dan eens gaan kijken naar de klassementen, de World Tour klassementen, dan gaan we waarschijnlijk zien dat we toch wel redelijk goed vooraan zouden staan. Alaphilippe 123 plaatsen winst gemaakt. Wat een fantastische klassieke campagne heeft hij gereden. Staat nu vierde met 1360 punten. En ja, je ziet Jasper Stuyven wint geen enkele koers. Maar zat wel elke koers in de top 3, top 5. Dus uh, daardoor zoveel punten haalt. Dus ook een goed seizoen van Jasper Stuyven. Jammer in die Vlaamse klassiek dus wel geen overwinning. Maar dat heeft Alaphilippe natuurlijk goed gemaakt. En uh, zoals je ziet staan we hier nu ruim aan de leiding. In het worldtourklassement wel met 2200 punten voor. Eh, Vorig seizoen was dat iets meer denk ik. Maar eh, ja, het is toch wel redelijk goed. En eh, ja, dat was dan ook de laatste koers van, het, van de klassiekers. In het voorjaar dan toch. En nu gaan we beginnen kijken naar de Tour de France. Want die gaan we proberen winnen. Alhoewel, we zijn natuurlijk geen topfavoriet. Want eh, als we hier eens kijken naar onze selectie. Is het Wilco Kelderman die... Onze beste renner zal worden. Of ja, onze kopman op zijn minst. In de Tour de France. Ook omdat Omen zijn tijdreden net iets minder is. En uh, zoals u ziet, Omen zit nu al in goede vorm. Kelderman is nog aan het opbouwen. En uh, ja, zijn laatste echte test zal de ronde van Zwitserland worden. En uh, dat is wel nog eventjes reden. Ondertussen wordt er ook een Giro-René ronde van Californië. Maar die zullen we allemaal niet tonen, want op zich niet zo heel belangrijk. Want nu gaan we echt voor die tour de Frans gaan. En uh, Kelderman wordt dus de kopman daar. Maar eerst nog de ronde van Zwitserland. En dat zal in de volgende video te zien zijn. Voor vandaag wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag.